Dus mensen, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Oké, Amsterdam Zuidoost wordt weer eens geboord. Ze zijn van plan betaald parkeren in te voeren. Dus ik kijk even een clipje van AT5. Maar er komt iemand in beeld. Die is dusdanig grappig. Ik weet niet waar deze Afrikaanse omen vandaan komen. Laten we dat niet gaan kijken. Dichte deuren en teleurgestelde bewoners op het Anton de Komplein gisteravond. Terwijl er in het stadsdeelkantoor een bijeenkomst over de mogelijke komst van betaald parkeren plaatsvond, konden zij niet naar binnen, omdat het maximum aantal van 150 toeschouwers al bereikt was. Nou, ik vond het niet netjes als ze weten dat zoveel mensen zich hebben aangemeld. Dan zorg je dus voor een grotere zaal. Of je zet dus een circusstem voor het stadsdeelkantoor. Het stadsdeel heeft onderzoek gedaan naar de zogeheten parkeerdruk in verschillende buurten. In 5 van de 7 buurten zou die te hoog zijn en dus overweegt de gemeente daar betaald parkeren in te voeren. Het is best wel druk. Ja, het is er iedere dag wel druk. Maar wat betekent dat? Dat er geld eraf moet worden? Ze zijn van plan om van 9 tot 9 parkeergelegenheid sowieso een rare te voeren, tijd. Inclusief het weekend. Dat is echt te gek. Er zijn geen centrum. Amsterdam is een unieke plaats. Er is een unieke vibe. Er is een unieke atmosfeer. Ik zou zeggen, hou we zo. Dus waarom ga je dat verpesten door de auto weer als melkkoe te gebruiken? Ga niet zomaar op camera, mensen. Het van Kok is nog steeds niet weg, heb ik begrepen. Dus dit is gewoon pure geldklopperij. Die betaalt, daar betaalt, daar betaalt, kan niet. Geldklopperij. Die betaalt, daar betaalt, daar betaalt, kan niet. Geldklopperij. Die betaalt, daar betaalt, daar betaalt, kan niet. Geldklopperij. Die betaalt, daar betaalt, daar betaalt, kan niet. Geldklopperij. Die betaalt, daar betaalt, daar betaalt, kan niet. Ik heb heel veel om te eten. En dan komt deze... Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Luister aan mensen. Als je een camera team, een camera ploeg ziet staan van AT5, kom niet zomaar in beeld. Is dat ik mensen uitlach, maar deze gozer heeft echt ondertiteling nodig, man. Wat heeft hij gezegd? Ik ben Erna. Ik ben Erna. Ik ben Erna. Geldklopperij. Die betaalt, daar betaalt, daar betaalt, kan niet. Geldklopperij. Die betaalt, daar betaalt, daar betaalt, kan niet. Geldklopperij. Die betaalt, daar betaalt, daar betaalt, kan niet. Geldklopperij. Die betaalt, daar betaalt, daar betaalt, kan niet. Geldklopperij. Die betaalt, daar betaalt, daar betaalt, kan niet.